En ja, zo lazen we gisteren, omdat ze een verkeerde lichaamsgeur hebben. Want voorzitter, er is een aantal hardnekkige onrechtvaardigheden op de woningmarkt waar DENK graag op wil wijzen. En de eerste, voorzitter, is die lange wachttijden voor sociale huurwoningen. In de grote steden loopt dat op tot 8-9 jaar, in de kleinere steden een aantal jaar. En wat kan de minister doen om de woningbouwcorporaties ook meer te laten bouwen? Kan die verhuurdersheffing daarin als instrument worden gebruikt? Voorzitter, onrechtvaardigheid 2, de huren in de vrije sector. Mensen met een gezinsinkomen boven de pak een beet 40.000, 41.000 euro worden gedwongen om in de vrije sector te huren. Maar daar reizen de huren de pan uit. Voorzitter, onrechtvaardigheid 3 gaat over de lastige positie van starters in de woningmarkt. Er is jaren te weinig gebouwd, er is een groot woningtekort en dat drijft die prijzen tot grote hoogte. Hoe moeten mensen ooit nog instappen in die woningmarkt? En we zien dat jonge mensen veelal de eerste stap al overslaan, omdat woningen tot 100 vierkante meter betaalbaar door anderen worden opgekocht. Maar voorzitter, de praktijk is dat sommige Nederlanders geen toegang hebben tot die woningen, omdat ze de verkeerde naam hebben. Omdat ze een verkeerde afkomst hebben. Omdat ze een verkeerde geloof hebben. En ja, zo lazen we gisteren, omdat ze een verkeerde lichaamsgeur hebben. Je gelooft het niet. De harde realiteit is dat 90% van de makelaars meewerkte aan discriminatie. Aan het overtreden van de wet. We zagen gisteren zelfs een woningbouwcorporatie die jarenlang ongestoord en vrijuit kon discrimineren met het toewijzen van woningen. En voorzitter, realiseert u zich eens hoeveel pijn dat doet als je identiteit wordt misbruikt om je uit te sluiten. En wat gaat de minister doen om discriminatie op die woningmarkt echt aan te pakken? Want voorzitter, discriminatie en uitsluiting mogen wij nooit, maar dan ook nooit accepteren.